van Halsteren naar Mbozi in Tanzania. En deze column is genoemd Bal op de boerderij. Vergt enige uitleg. Ja, Mbozi Maize Farms ligt behoorlijk afgelegen, ver van wat je zou kunnen noemen ja, een dorpje of een stadje. En de bewoners en de werkers op de boerderij moeten toch een klein beetje ontspanning hebben. En toen werd besloten op een zeker moment om er een gemeenschapshuis te bouwen op de boerderij, een soort social hall. We waren er niet altijd even blij mee, want het geld had ook op een andere manier besteed kunnen worden. Maar toch, achteraf bekeken, was het helemaal niet zo'n slechte zet om zoiets op te zetten. En we schreven er de volgende column over. We hebben net de officiële opening van het nieuwe gemeenschapshuis op een daverende manier gevierd. Het is een mooi feest geworden, waarbij velen de andere dag een berg kopijn hadden vanwege overvloedig alcoholgebruik. Maar het moet gezegd worden dat er geen vervelende dingen zijn gebeurd. Alles bleef keurig netjes in de hand en onder controle. Mbozi Maize Farms ligt afgelegen en de werkers op het bedrijf hebben eigenlijk na hun dagtaak geen enkele mogelijkheid om zich ergens te ontspannen. Winkels of cafés zijn er niet en wanneer men toch iets dergelijks wil bezoeken, dan moet men daarvoor 50 kilometer reizen naar het plaatsje Vuawa. Transport om daarheen te gaan is er nagenoeg niet, behalve dan dat we op het bedrijf een minibusje hebben, maar zoals de naam al zegt, daar gaan maar weinig mensen in. Het gereed komen van het gemeenschapshuis, met daarin ook een coöperatieve winkel, is een vooruitgang in het sociale en culturele leven van de boerderijgemeenschap hier. Het heeft veel geld gekost, maar het zal zichzelf zonder twijfel terugbetalen, naar we denken. De manager had zich wat het feest betreft eerst zorgen gemaakt, want hoe kom je aan voldoende voorraad bier in een land waar de brouwerijen nooit genoeg produceren voor de markt en waar bier op de zwarte markt wordt verkocht tegen 25 shilling per fles. Toen echter een vriend van de manager werd benoemd tot directeur van de brouwerij, was het probleem uit de weg. Er werd een vrachtwagen naar Dar es Salaam gestuurd en die kwam na een paar dagen terug met 170 kratten bier. Allemaal flessen van een halve liter. Bovendien met de belofte van de brouwerij dat zodra we er voor de helft doorheen waren, we weer konden aanvullen, waarmee dus in feite het chronische biertekort voorgoed werd opgeheven. Via het ministerie van CRM konden we ook de hand leggen op een 12-man sterke band. Bovendien werd opdracht gegeven om een overvloedige hoeveelheid lokaal bier te stoken. Drie soorten kunnen ze hier maken en men kan er behoorlijk van op zijn kop komen te staan. Het werk werd voor 3 dagen stilgelegd. Vrijdagochtend om zich voor te bereiden, 's middags en 's nachts om te feesten, zaterdag en zondag om te bekomen en zo kort voor het nieuwe seizoen betekent dit 3 dagen niet werken nogal wat. Maar gelukkig waren we goed opgeschoten met de grondbewerking, dus het kon wat leiden. Vrijdagmiddag kwamen de speciale gasten bijeen in het gemeenschapshuis, nadat een hoge partijfunctionaris het lint had doorgeknipt. Vooraf gaf een gemengd koor bestaande uit werkers van het bedrijf een aantal voordrachten. De hoge partijbond had een goede toespraak. Hij wees erop dat Tanzania ieder jaar voedsel tekort komt en dat dit met harde valuta in het buitenland gekocht moet worden. Daarom een einde moet komen, zei hij. Mbozi Maize Farm is daartoe al een hele positieve aanzet. Uitgebreid prees hij de betrokkenheid van Nederland bij dit project en hij strooide met complimenten naar ons, het volk van Nederland en onze regering. We waren best ingenomen met zijn toespraak, want op deze manier werd het al de betrokkenen op deze boerderij nog eens duidelijk voor ogen gehouden dat wij hier een belangrijke rol spelen. De manager riep vervolgens de beste werkers tot zich en beloonde hen met een certificaat vergezeld van 150 of geen shillings, al naar gelang hun prestaties. Het bal werd een grandioos succes, niet alleen voor de werkers van het bedrijf, maar ook voor bijvoorbeeld de verpleegsters van het Mbozi Hospitaal en voor vele anderen. Dat er een grote band in deze konterijen komt spelen, gebeurt misschien eens per jaar. Er heerste een bijzondere, gezellige stemming. Eigenlijk waren er wel wat vrouwen tekort, maar mannen dansen hier zonder schroom met andere mannen, dus alles was altijd weer op de vloer. Vlak voor de band stonden rijen nieuwsgierigen te kijken naar de prestaties van de muzikanten. Het feest daverde voor tot 4 uur in de morgen, maar een stel plakkers ging door tot 9:30 in de ochtend.
waarbij wij zelf ook de laatste man de zak opgaven. Dank u, schrijf Kouter.